Kaliber Kunstenschool organiseerde 3 vluchtelingenprojecten die vrijdagavond in het stadhuis gepresenteerd werden. Young at Next bood wethouder Timmer hun fotoboek aan en de fototentoonstelling Goed Toeven werd aan het publiek gepresenteerd. Het leerorkest Music Together, waarin vluchtelingen en basisschoolkinderen van het Palet, de Roetsch en de Triangel wekenlang hebben geoefend, speelde met het jeugdorkest van de Koninklijke Almeloze Harmonie onder leiding van Frank van Nus. Leuke kansen waren dat de kinderen ontzettend enthousiast waren. Echt allemaal, ze kwamen lachend binnen, stralende gezichten. Hoera, we mogen weer muziek maken. Natuurlijk niet alleen de dwarsfluit, maar ook de saxofoon, de klarinet, de trommels, de trompet, allemaal. Dus het was echt een feestje. Ja, nou, dit was wel een groep die al iets taliger zijn, zoals dat dan wordt genoemd. Ze kunnen wel Nederlands. We hebben ook duidelijk afgesproken. We spreken ook alleen maar Nederlands, ook onderling. Dat ging ook prima, was helemaal geen probleem. En ja, en muziek, dat is natuurlijk een taal voor iedereen. Dus dat lost ook mooi op, ja. Goed Toeven is bedacht door Kaliber om uit te beelden hoe goed toeven het hier is in Almelo voor de asielzoeker. Er zijn een heleboel mensen uit het AZC die gaan sporten of een hobby uitoefenen of zelfs werken in Almelo zelf. Daarmee komen ze in contact met de inwoners van Almelo. Dat helpt hun op weg hier in Nederland hun plek te vinden. En Kaliber heeft voor mij gezocht. En Koa heeft mij ook heel erg goed helpen zoeken naar die koppeltjes, laat maar zeggen. Die twee mensen die ook echt iets hebben met elkaar. We hebben dat niet in scène gezet. Het is niet zo van, nou, doe maar een Almeloer en pak er even een asielzoeker bij. Nee, mensen die iets hebben met elkaar. Ik denk dat je dat ook heel goed kan zien op de foto. Mensen zijn gek met elkaar. En ze kennen elkaar ook al langer. Ja, dat klopt. Ze kennen elkaar langer. Ze zien elkaar wekelijks op die activiteit of op de atletiekbaan of in de vrouwenkamer op de AZC. Dus elke week ontmoeten ze elkaar. Het is heel goed voor de taal. Het is heel goed om de Nederlandse cultuur te leren kennen en om erbij te horen.